Ik ben al 4 jaar volledig gekwalificeerd piloot, Anastasia. Je bent in goede handen. Hij heeft een wolfachtige grijns op zijn gezicht. Dit is een ACI-35 Eurocopter. Een van de veiligste in zijn klasse. Hij is uitgerust voor nachtvluchten. Hij blikt naar me en glimlacht. Er is een heliplatform op het gebouw waar ik woon. Daar gaan we naartoe. Natuurlijk is er een heliplatform op zijn woning. Want in een boek kan alles. Alles. Linda Wagemakers, musicalster, actrice, zangeres. Zij laat een boek echt tot leven komen. In 50 tinten grijs, de parodie. Ik ga op weg naar in het theater in IJmuiden. Dag Linda. Hi. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Zeg, 50 tinten grijs. Ja. Heb jij het boek gelezen? Tot de helft. Moet ik heel eerlijk bekennen, want toen was ik er een beetje mee klaar. Wat vond je van het verhaal? De helft. Het is een heel onwaarschijnlijk verhaal, omdat het... ze wil eigenlijk helemaal niet de dingen doen die ze wil doen, maar je weet eigenlijk vanaf het begin aan dat ze het toch allemaal gaat doen. En waarom? Omdat ze verliefd op hem is en, nou ja, helikopters, mooie gebouwen, miljonair. Dus het is echt wel echt een sprookje. Een boek tot leven brengen in een voorstelling. 50 tinten grijs. Hoe gaat dat in zijn werk? In dit geval is het een parodie. Dus we nemen zeg maar het verhaal en dat gooien we een beetje de andere kant op. Hoe maak je een sprookje? Nou, het is inderdaad een beetje een... een beetje een modern sprookje, maar dan met SM eigenlijk. Al blauwe plekken ervan? Ja, op mijn knieën. Streamen. Maar dat zie je tijdens... Nee. Het is Anastasia, die wordt op een gegeven moment zo ontzettend opgewonden van Mr. Grey, dat ze echt op de piano een soort van aan het springen is met haar knieën. En dat gaat er nogal... Daar heb ik echt blauwe plekken van, nog steeds. Ja. Lees je zelf graag? 50 tinten tot de helft gekomen? Ik hou het meer op avontuurlijke boeken eigenlijk. En ook wel, ik vind ook wel romantische... romans vind ik mooi. Ik vind Dan Brown boeken vind ik heel spannend. Bernini Mysterie. Maar ik vind ook van Alice Walker, The Color Purple, vind ik ook echt super mooi. Dus dat is weer heel wat anders. Ik lees heel graag als ik echt tijd heb, vakantie heb. Dat ik ook gewoon een boek helemaal door kan lezen. Want dat vind ik ook heel irritant. Als ik dan net in een spannend boek zit en ik moet het weer neerleggen. Dat kan ik bijna niet. Dus het liefst tot 4 uur 's nachts gewoon lekker doorlezen. De boeken door Linda gespeeld, gelezen en aangeprezen. Ga ze lezen.